Vitesse supporters hadden deze week de mogelijkheid een vraag te stellen aan technisch directeur Mo Allag. We kregen heel veel vragen binnen, waarvoor hartelijk dank. Vitesse TV heeft de 11 meest gestelde vragen aan Mo voorgelegd. Een begrijpelijke vraag. We hebben alleen 7 spelers tot onze beschikking als het gaat om de voorste linie. Vervolgens heb ik ook heel duidelijk aangegeven dat ik elke speler als casus apart zou behandelen. Naar onze visie kunnen wij met een Brown, een Nathan, een Milot, kunnen wij die spitspositie prima invullen met elkaar. Laatste wedstrijd hebben we met Vakko in de spitspositie gespeeld. Dus dat geeft ons allerlei variatiemogelijkheden en daarom heb ik uiteindelijk besloten om Douda te verhuren. Ja, ik heb in ieder geval duidelijk aangegeven dat ik het liefst de spelersgroep bij elkaar zou houden. Maar dat ik ook heel duidelijk heb aangegeven dat ik in ieder geval elke speler als kaas apart zou behandelen. Als we nu even naar Rosny Aschentech kijken, die ik heb laten vertrekken naar Willem II. Zoals iedereen wel weet hebben we Otta binnengehaald als onze linksback. Hebben we met Arnold Kruiswijk nog een speler die daar uit de voeten kan. We hebben nog een Leerdam die daar bijna een helft van het seizoen heeft gespeeld. Nou goed, als je dan de balans gaat opmaken met elkaar, dan vind ik dat wij Rosti rustig hebben kunnen laten vertrekken. Ook met name om Rosti wat meer perspectief te geven op speeltijd. Ja, weet je, nationaliteit maakt in principe bij ons helemaal niets uit. Het is wel belangrijk trouwens om goede afweging te maken als het gaat om een non-EU-speler. Dat heeft met name met de salarissen te maken. Maar goed, zoals mensen al weten, hebben Japanners in Nederland geen werkvergunning nodig. Maar Otta is met name gehaald vanwege zijn kwaliteiten. Goed in de leeftijd. Ik wilde ook bewust een ervaren linksback halen. Omdat er vanuit de jeugd een Wellington eraan komt. Die vervolgens weer rustig achter Otta kan aansluiten om daar weer de nodige ervaringen op te doen. Maar Otta hebben we gehaald. Nogmaals, nationaliteit maakt niet uit. Maar vooral vanwege zijn kwaliteit. Nou goed, volgens mij hadden we ook een soortgelijke periode vorig jaar. Alleen dan voor de winterstop, dacht ik, en vlak na de winterstop. Kijk, wij blijven hier binnen Vitesse altijd rustig. We blijven ook altijd de zaak objectiveren. We analyseren ook daarin sterk. Ik denk dat ik me pas zou zorgen gaan maken, hoe wij ons zorgen zouden maken, als we tot de conclusie zouden komen dat er een neerwaartse spiraal zou zijn als het gaat om de manier waarop we voetballen. Nou, wij zijn er nog allemaal van overtuigd dat de resultaten ook zullen komen. Daar zullen we keihard voor gaan werken. Als je de afgelopen wedstrijden ook bekijkt, zou ik me inderdaad pas gaan zorgen maken als wij echt verdiend alle punten verloren hadden. Op dit moment zien wij gewoon nog voldoende perspectief met de groep die we hebben, de manier waarop we spelen. Dat wij heus nog wel een goede tweede seizoen zelf gaan draaien. Die mogelijkheid bestaat. Dat zijn we nu ook aan het bespreken met Chelsea. Dat is dan een behoorlijke tijd onderwerp van gesprek. Het liefst hebben wij dat ook. Het zijn jongens die ook redelijk jong zijn in de leeftijd. Bij ons ook behoorlijk wat ervaring opdoen. Goede basiskwaliteiten met heel veel talent. Het zou inderdaad beter voor de speler zijn, maar vooral ook beter voor Vitesse als we die eventueel nog een jaartje zouden kunnen behouden. Spelers moeten dat natuurlijk ook zelf willen, dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste. Maar ons streven is inderdaad om huurlingen iets langer te behouden voor Vitesse. Nou, dit is wel erg interessant. Kijk, Vitesse heeft met zijn trainerscomplex hier op Papendal een uitstekende startpositie om uiteindelijk met de tweede elftal hier uit te komen. En de bedoeling is dan ook dat we dat gewoon op Papendal gaan doen. We hoeven ook niet hele grote aanpassingen te doen. Het is redelijk modern, de faciliteiten zijn goed. Uiteraard moet je in het kader van veiligheid en dat soort zaken hier en daar wat aanpassingen doen. Maar in principe is Papendal voldoende om hier de wedstrijden van de belofte af te werken. Ja, het is een bewuste keuze geweest. Kijk, vlak na het vertrek van Peter Bos heb ik uiteraard de nieuwe situatie met Rob Maas en John Dal Thomas besproken. Daarin hebben we heel duidelijk aangegeven is dat we vertrouwen hebben in onze huidige staf. Het is breed, het is kwalitatief.
Raymond van der Gouw zit er natuurlijk ook nog al wat jaartjes bij, die wij als een volwaardige assistent beschouwen. En voor de rest hebben we intern met trainers als een Edward Sturing en een John Lammers wij genoeg gewicht, inhoud en kwaliteit in huis om Rob Baas te ondersteunen waar nodig is. Ja, ik vind het wel een hele goeie. Het allerbelangrijkste is natuurlijk wel, want supporters willen uiteindelijk ook gewoon dat Vitesse een stabiele subtopper blijft. Dat de basiskwaliteiten natuurlijk wel aanwezig zouden moeten zijn, wil je voor het eerst de elfte in aanmerking komen. Maar ik kan je in ieder geval wel aangeven dat er behoorlijk wat talent eraan komt. Met een Kai Korenyuk, een Chang die eraan komt, een Mitje van den Berg die al behoorlijk wat malen bij de eerste selectie heeft gezeten. Een Thomas Buiting, een Wellington die helaas nu geblesseerd is, een Joris Klein-Holte. We hebben op dit moment in de academie 12 tot 14 jeugdinternationals rondlopen. Dus dat is aanzienlijk. En ik kan in ieder geval wel de verwachting uitspreken naar de supporters dat de komende jaren genoeg spelers zullen doorbreken bij ons. Het is wel een bijzondere vraag, want uiteraard ben je beoogd de eerste elftal speler als Rob Maas uiteindelijk de keuze maakt om hem mee te nemen naar AZ uit. Het is een hele jonge, talentvolle spits, waar we heel erg tevreden over zijn. We zijn erg tevreden over zijn ontwikkeling. En Chang is inderdaad een speler die uiteindelijk in aanmerking zou kunnen komen om door te schuiven naar de eerste selectie. Nou, we hadden afgesproken dat wij rond de winterstop op trainingskamp met elkaar in gesprek zouden gaan. Nou, ik heb uiteindelijk samen met de club besloten om die gesprekken de komende maanden op te schorten. En na de competitie zullen we de gesprekken in ieder geval weer starten. En dan ga ik uiteindelijk voor mezelf ook de balans opmaken. Nou, ik denk dat we een bijzonder goed scoutingsteam hebben. Dat zie je denk ik ook wel aan de resultaten als het gaat om ons transferbeleid. We hebben op dit moment behoorlijk of aanzienlijk transfervrije spelers gehaald, omdat nou eenmaal de financiën dat niet toelaten. We hebben een aantal kleine transfersommen betaald voor spelers die wat hoger in de leeftijd zitten. We hebben ook een bewuste keuze ingemaakt. Maar we hebben Milo transfervrij binnengehaald, de Marvelous transfervrij binnengehaald, Dennis transfervrij binnengehaald, een Kruiswijk transfervrij binnengehaald. Waarvan er uiteindelijk drie, als je kijkt ook naar de leeftijd, zeg maar, een behoorlijke transferwaarde garanderen, denk ik dat de scouting optimaal functioneert. De scouting is tegelijkertijd ook verantwoordelijk samen met de scouting van de academie als het gaat om de toename van jeugd internationals binnen de voetbalacademie. Er zijn veel nieuwe spelers van buiten afgehaald. Dus het beleid van de academie was spelers vanuit de onderkant helaas zouden moeten afvloeien. En dan proberen we aan de bovenkant daar nieuwe talentvolle spelers in toe te passen. Of in te passen. En daarin zijn we goed geslaagd. Dus ik ben heel erg tevreden over mijn scouting. Het scoutingteam bestaat ook uit Mark van Hintem. Die is iedereen wel bekend. En Theo Jansen, en Janus van Gelder en Sonny Bos. Nou, wij krijgen uiteraard vanuit mijn netwerk, het netwerk van de heren, krijgen we heel veel tips binnen. Nou, en die tips die selecteren we uit. Die gaan we vervolgens bekijken. Of die het waard zijn om verder uit te dokteren. Nou, vervolgens worden die spelers live bekeken. Er wordt een live rapportage gemaakt, er worden videorapportages uiteindelijk gemaakt. En dan gaat het uiteindelijk ook nog eens om die financiën of een speler haalbaar is of niet. Maar die selectie maken we al trouwens aan de voorkant. En dan vervolgens wordt er een keuze gemaakt om een speler te contracteren, ja of nee. Nou, er komen hier en daar ook wel eens af en toe wat tips binnen van supporters. Nou, wij hebben hier een beleid en dan maakt het niet uit of je een supporter bent of net een beginnend agent of een zeer gerenommeerde agent. Alle tips die bekijken wij in ieder geval, die komen in ons systeem en vervolgens gaan we de actie in ondernemen of niet. Maar het hangt van zo verschrikkelijk veel factoren af of een tip bruikbaar is, ja of nee.